Dat is de reddit al met articulatie. Precies, oh. We praten zo. Ja, zoek hoor. Ik wou het meer hebben over dat programma van dat klimaatprogramma dat ik had gezien met Jill Peters. Ik zag geen enkel bruine persoon daarin. Yes. Echt geen enkel. Ik dacht dat ik de enige was die zo dacht. Nee, echt. En het lijkt alsof de enige experten witte mensen zijn. En ik vind dat wel erg als je kijkt naar een problematiek dat wereldwijd is, klimaat. Mm-hmm. Dat alleen maar de westerse kijk daarop wordt gegeven eigenlijk. Terwijl het wel historisch wel zo is dat mensen vanuit de westerse wereld veel meer vervuilen. Dus ik vind het interessant hoe dat de mensen die vervuilden ook dan nog de redders mogen zijn van het verhaal. En de mensen die dan een andere levenswijze hebben, waar dat effectief oplossingen in zouden kunnen zijn, zelf niet aan bod mogen komen. Goh, het ding is, ik persoonlijk, ik zou daarna kijken uit interesse. En ook omdat ik steeds meer, begin me steeds meer te verdiepen als wat te maken heeft met klimaat en zo. Gewoon hoe de groene beweging ontstaan is in België, ik vond dat interessant. In de zin van, ik wist echt niet dat iets is van je na de Tweede Wereldoorlog. Ik vond het ook wel interessant dat deel van hoe dat het zat, dus geschiedenisgewijs. En dan de link leggen naar effectief een jongere vrouw eigenlijk, die dan bij Extinction Rebellion zat en die dan zei van daarom ben ik gemotiveerd om daar iets mee te doen. Wat is dan zo het moment geweest dat je beslist van nu ga ik daarbij? Wat was dan zo de drijfveer om dat te doen? Ik heb me daar heel lang achter verscholen, achter dat ja, maar ik ben geen klimaatheilige. Wie ben ik om te gaan opkomen voor het klimaat. Dus ik vond wel dat het feit dat dan allemaal ging van intellectuele professors, et cetera, en dat even terugbracht naar gewone mensen, dat was iets dat ik mooi vond, maar ook wel meer van wou zien, omdat dat wel aanmoedigend is. Jacob is een van de bewoners van de cohousing die zo klimaatvriendelijk en ecologisch mogelijk gebouwd werd. Bij duurzaam wonen denken veel mensen dat we terug in een leme hut moeten gaan wonen en dat we geen comfort meer hebben, maar hier zie je perfect dat dat niet zo is. En het is dan ook nog financieel interessant. En dan vraag ik mij wel af waarom dan niet meer mensen dat doen. En ik vond dat toen ze die vraag stelde, dat dat heel erg vertrok van een soort van middenklasse idee. Dat iedereen dat kan, een soort van community apart creëren, waar dat alle zonnepanelen et cetera er zijn. Tegen wie ben je eigenlijk aan het spreken wanneer je dat vraagt van waarom doet niet iedereen dat? September explanation. Ja, een nieuwe septemberverklaring, dat vroeg natuurlijk om een dik peetje. Ik zeg altijd, er zijn drie dingen in het leven. Zappen, poepen en de septemberverklaring. Was dat een hout impersonation of... Ik denk het wel. Maar dat is van deze Marokkaan waarschijnlijk. Ik hou van die pas, hè. Wat? Kulderzipke voor life. Nee, ze bedoelen coronapas, niet Michaelpas. Wat voor? Ik weet het. Ik zeg gewoon dat ik van Michael pas hou. Laat maar. Hey, juffrouw. Hey. Dat is de reddit al met articulatie. Precies, oh. We praten zo. Ja, zoek hoor. Dat is de allochtone talen. Dat is de taal die we hebben eigenlijk gekregen door twee talen soort van samen te mengen. Jij bent meertalig opgegroeid. Als allochtoon, jij denkt denk ik ook vaak met twee talen in je hoofd tegelijk. Hè. Maar ja, als het erop aankomt, wat we net zagen, was geen straattaal. Nee. Nee, dat was zo... Dat was gewoon Nederlands met een accent. Een heel raar accent. Dat is zo wat VTM deed voor... wat als iedereen een Marokkaan was. Ja. We spraken als een Marokkaan. Ja. Ja, ik weet dat toen was dat graaf. Dat is zo exact. 2010. Toen als kind was dat nog zo vaak en dat was ook nog goed gedaan. Maar 2021, nee, wat doen dit is niet echt meer. Slecht. Maar je kunt zo'n ding eens maar één keer uithalen. Ja. Dus toen bij wat als, dat was grappig. Ja. Maar niet nog een keer. Ik vond het heel aangenaam. Met hem het was heel gezellig. Te spreken. Vond je dat ook aangenaam? Over de energiefactuur heb ik nog geen enkele Mohammed of Fatima. Ja. Wij liggen daar even hard van wakker als Stijn en Niels.